Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tine Remus. Vergeet geen blauwe duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren. Normaal gezien geen dan niet meer zeggen, maar nu doe ik het toch. Ik ben nu mijn spullen aan het nemen. En dan ga ik stukjes ervan vertrekken naar mijn schatje toe, Bea. Jullie hebben het misschien ook al gezien, vandaag was er opnieuw in een livestream toe. En nu trek ik opnieuw in een livestream toe in een auto. Ik weet niet als het stabiel gaat zijn. En waarom denk je niet dat het stabiel gaat zijn? Waarvan ik heb, dus ja, gsm-problemen nog. Maar er is een nieuwe opkomst. Dus nog heel eventjes kijkers op uw chatjes weten. En dan heb ik mijn nieuwe gsm. Van mijn nieuwe gsm gesproken. Ik ben wel mijn gsm-kabel aan het zoeken, want ik heb gezien dat het nu nog maar 15% is. En dan belt mijn schatje. Dus, ja. Ja, dus ik ga nu straks even vertrekken, dan richting mijn wagen toe. En dan kan ik naar mijn schatje gaan. Juppiekeje, motherfuckers. Allee, tot straks. Ik pak mijn tabletje-tasje nog mee. Ik moet misschien nog iets kijken in een auto. Tot straks. Hallo mensen, ik ben bijna weer al thuis. Ik heb dus vandaag al 2 livestreams gedaan. Jawel man, hoho. Eén hele korte. Mijn nieuwe pancreas kapot, meneer. En mijn voetjes beginnen in brand te schieten. Oh, dat heet. Heet! En het probleem is ook, hè. Oh, ik moet al even naar de wc, naar de grote wc. En dan krijg ik buikpijn. En dan nog s'avonds. Wauw. Oh, wat een chondeer. Ah, dat is wel een schoentje. Ja, nee, dus ik ben nu terug van Bea, haar mama zijn thuis, terug naar mijn thuis aan het rijden. Ik heb er wat buikpijn nu gekregen. Even wat rusten. En ik hoop dat jullie hebben van genoten al van de livestreams. Want jullie zien het, hè. Ik probeer de hele chat mee op te noemen en ook direct dan te beantwoorden. Het is nu 14:27 en het is 14:30 graad. Ja, dat doe ik normaal gezien op die kruispunt. Gender, zeg ik dat altijd. Maar ja, nu mag ook wel eens op de Chartijstraat. Allee, mijn vrouwke. Ah, die moet hier ook oversteken. Ja, die vrouwke dit wel. Amai man. Veel volk af. Heel veel volk. Ik kan er niet eens recht over. En dan komt daar ook nog een. Die zei niet waar die naartoe moest gaan. En dan moet ik te goed kijken als ik op kan naar die auto. Voilà. En die gele auto doet juist hetzelfde als mij. Even op de middenrijstrook zetten, dus de afslagstrook. En dan kunnen er meerdere mensen ook in die straat aanschuiven. Zo moet dat altijd. Toppie. Goed gedaan. En ik ben, toppie, nog een keer, blij dat ik bijna thuis ben, want ginder ligt mijn thuis. En ik moet dringend naar de wc, want ik hoor allemaal op een diepe reclame. Kom maar naar de wc toe. Oh my god, ik kan het bijna niet meer inhouden. Ik kan het bijna niet meer inhouden. Ai. Ik moet nog. Ik moet nog oppassen. En dat was Mirjam. Oh, ik moet echt dringend naar de wc. Echt heel, heel, heel dringend. Oh. Die vluchtheuvels doen daar niet goed om.
Dat was vroeger mijn oppasser. Nee, ze kan niet klagen. Daar is dan altijd niks voor haar buiten. Ah. En zondag speelt de Rode Duivels opnieuw, hè mensen. Tegen Engeland. Dan gaan we winnen! Winnen! Oké. Okay. Winnen. Even kabel meenemen. Oh, ik moet echt heel dringend naar de wc. Dus maar dan zie ik jullie allemaal straks terug. Zo mensen, ik heb even naar de P-post gebeld voor, jawel, je ziet het. Ik heb weer al een pakketje aangekregen, maar ik was niet thuis. Jullie zagen het al de livestream dat ik niet thuis was om 11:50. Was ik juist vertrokken, om 15:15 ben ik vertrokken en om 11:50 komen ze juist langs. En nu nog mooi kijken waar mijn pakketje is gelegen. Hopelijk in Hasselt dat ik geen tweede keer naar Wellen moet rijden. Oh. En het was een sympathieke gast ook van Bpost aan de lijn. Dat moet ik ook eerlijk toegeven. Dus dat komt allemaal wel in orde. Zeker weten. Allemaal. Oh yeah. En nu ga ik nog even een uurtje rusten en dan ga ik naar mijn moeke toe. Yeah! Naar mijn moeke. Yeah. En dan ga ik misschien ook wel tijdens mijn rijden ook wel een kleine livestreamje doen. Want ik kan het toch doen, het zit in mijn auto dan. Nu ga ik even mijn gsm terug opladen en dan kan ik zelfs weer al een leuke livestream doen. Oh my god, 3 livestreams op 1 dag tijd. Misschien nog 4. Oh la la. Jullie worden verwend, man. Gisteren. Jullie zijn toch echt verwend, hè, gisteren. Ja, want deze vlog is gisteren gemaakt. Dus die vandaag is online is gekomen. Dus ja, voor mij is het nu morgen dat die online komt. Maar voor jullie is het vandaag. Klein beetje ingewikkeld. Dus jullie lopen altijd een dag achter. Ik zal het zo zeggen. Ik ga nu even een gauw rusten en dan zie ik jullie allemaal zelfs terug. Hallo mensen, welkom nog eens op het laatste fragment. Op iets. Ik ga het nog niet zeggen, maar zij weet het wel, hè? Ja. Spannend, hè? Heel spannend, hè? Voor mij ook, mensen, voor mij ook. Voor mij is dat niet spannend, hè? Het is voor jou spannend. Ja. En Ribby, Gino en Brent van Game Gear. Het komt bij uw leverancier. Uw leverancier waar jullie ook jullie computerspullen bestellen. En nu ga ik tanken. En dan ben ik jullie even bezig, denk ik. Ja of nee, want ik ben gewoon maar aan het doornemen. Ik ben niet live, hè? Nee, dat is niet erg. Oké. En wat heb jij dan vandaag gedaan allemaal? Oh. Met mama had ze gespeeld. En ja, van alles eigenlijk. Maar vooral waar ik van genoten heb is in bad. Ah. Heb jij de kikkers bezig gehouden? Nee, ik ben moe. Ze is moe. Oké, tot ziens allemaal. Tot ziens. Hallo kijkers, jullie hebben sowieso al de unboxing al gezien bij mijn ouders thuis. Ik ga het nu nog een keer doen. Dit is dus de A30S van Samsung. Specificaties 4G LTE, Octa-core processor,
172 mm, 6,4 inch full rectangle of zoiets. 157,9 mm, dus naast is 6,2 rounded corners. HD plus sommolet, ken ik ook niet. Dan 25 MP plus 8 MP plus 5 MP triple rear camera. 16 megapixels front camera en 64 GB memory en 4 GB RAM. Ik ga die nu gewoon even nog uitpakken. Dit is ook het laatste stuk van de vlog voor vandaag. Ik ga het anders er doen. Hier zit de gebruiksaanwijzing in. Arne, en het werkje gaat mij terug te goed kunnen bereiken. Hè. Dus hier is mijn nieuwe gsm. Dat doe ik dus altijd graag. Hè. Oké, glattig, opgepast. Ik ga hem eens aanzetten. Jij niet. Voilà, hij start op. Voilà, dat is van Samsung. Voilà. Dus bij deze, heel veel bedankt om weer een deel uit te maken van mijn leven. Jullie hebben echt, zeg het eens, ze hebben echt genoten van, cool. Broesjes op mijn gsm. Want die is al ingesteld. Ik moet alleen nog mijn simkaart erin steken, blijkbaar. Maar ik ga het toch nog op bedrijfsinstellingen zetten, want dat zijn nog een en ander nog dingen in wat ik dan niet wil. Ofwel laat ik die gaan updaten, noem maar op. Dus bij deze, vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En jawel, vanaf morgen, dus voor jullie, nog een dagje later, zijn het de vlogs? Goed. Beter. En goed, want de camera is ook anders dan nu. Weet je waarom? Dat is een oude gsm, dat is een nieuwe, nieuwere gsm's. Hebben meestal goede kwaliteit van webcams. Dat is wel waar. En hier ben ik nog gewoon mijn wifi wat woord in aan het geven. En ja, dat is dat getikt, dat is van mijn vlag. Ja, ik wel. Oké, van België speelt zondag weer al tegen Engeland. Wij gaan winnen. Oei, ik heb een fout gemaakt. Oei, joh. Ja, dat snap ik dan wel, dat het wachtwoord niet wil. In plaats van Dimitri heb ik Dilitri geschreven. En dan nog iets dat van harte moet er ook nog altijd bij voor op mijn wifi-netwerk te komen, maar dat zeg ik lekker niet. Ze weten toch ook je wifi niet? Waar je op moet inloggen. Oh, dat is heel gemakkelijk als ze hier komen. Mm. Ja, als ze hier komen, dan zien ze in één keer... Psycho! Ja. Oh. Ik krijg niet van alles binnen, hè. Voilà. Bij deze, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal morgen terug op deze gsm nu. Tot later. Ciao.